Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door Werkis, partner in werk van PEC Zwolle. Beide ploegen goed gestart in 2020. PEC Zwolle trapte af. PEC Zwolle dat twee keer gelijk speelde aan het begin van dit jaar. 3-3 tegen Utrecht en 0-0 in Tilburg is natuurlijk een prima resultaat tegen Willem II. Maar dat wil ook wel weer eens een wedstrijd gaan winnen. PEC dat slechts 5 van de eerste 20 competitiewedstrijden won. Zo is het al bijna 20 minuten lang wachten op de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Goeie actie van Van Duinen die snel weer op de been is en dan ook weer snel weg is. Verdient uiteindelijk een vrije trap na meerdere overtredingen, maar het is een prima actie van Mike Van Duinen. Hamer achter de bal, 20 minuten onderweg. Hij probeert het met een schot op doel. En van de spelers die nog onder contract staan bij PEC, is hij gedeeld topscorer. Hier gaat Postema met de bal aan de haal als PEC Zwolle slordig is. En Postema dicht bij een doelpunt. Redding, Michael Zetterer. Nog maar eens kijken naar die fout van Strieder. En de mogelijkheid voor Postema. Die erg alert is. En uiteindelijk dus ook gewoon tot een schot tussen de palen komt. Debutant Jarni Koorman. 20-jarige middenvelder maakt zijn debuut. Voor de geblesseerde Mustafa Saymak. Overigens was de vader van Jarni Koorman ook betaald voetballer. Voor Zwolle, maar ook voor Groningen. Marco Koorman. Afgelopen weekend de eerste keer dat PEC Zwolle de 0 hield. In die 0-0 tegen Willem II. 2 punten gepakt. Aan het begin van 2020 tegen ploegen uit het linker rijtje. En hier een kans voor T. Goed gekiept. Maar was die bal erin gegaan, dan zou er geen feest zijn voor PEC Zwolle. Want T vertrok uit buitenspelpositie. Bal bij de eerste paal weggehaald door Clement. Aardige bal richting Asoro. Goeie kopbal. Redding Zetterer. Dicht bij een doelpunt. Asoro naar de voorzet die uitstekend is van Lundqvist. Het verdedigt Zeefuik. Hoekschop, PEC Zwolle. Slotfase, eerste helft. De hoekschop van PEC. Levert een goal op. Pad staat vast. En Nakayama, de Japanner, knikt hem binnen. Hij breekt de wedstrijd open. Daar waar Groningen al dichtbij was via Postema en Asoro, is het de ploeg van John Stegeman die op voorsprong komt. Leunt behoorlijk op de rug van Lundqvist. Maar het wordt niet afgefloten. Postema. Verdedigd door Kersten. Zeefuik. Groningen mag het spel maken, moet het spel maken van PEC Zwolle. PEC Zwolle verdedigt, houdt tegen. En loert op de counter. Warmerdam. Weer een goede bal zou handig zijn. Kopbal. Asoro. Drukke week achter de rug. Mark-Jan Flederis. Samen met Gudde. De algemeen directeur op de tribune. En uiteindelijk 1 speler gehaald. Gehuurd van Hertha. Hij sluit maandag aan. Dajon Redam. Zeefuik. Lundqvist nu ook in het strafschopgebied. Kan ook een goal maken. Heeft hij 3 keer gedaan dit seizoen. Wordt teruggelegd.
Uitstekend teruggelegd zelfs door Romano Postema. Hij speelt wat meer aan de rechterkant. Schrek in de tweede helft. Dat is omgezet bij Groningen. Asoro vanaf links. Matusiwa. Niet af te stoppen. Azor, Matusiwa, wat een goede actie. Lundqvist postte maar bij de eerste paal, maar de voorzet is teleurstellend. Goede tackle van Koorman. Zo houdt hij in ieder geval eventjes Warmerdam in bedwang. Lundqvist gaat eraf. Roestic komt voor hem. En Kian Slor maakt zijn debuut voor FC Groningen. Als vervanger van Sam Schrek. Links buiten. Slor, geboren op 23 maart 2002, 17 jaar dus. Hier is Peksvolle weg met Clement. Het is toch ook de spanning en de besluiteloosheid. Want hij zal toch ook aan een schot op doel hebben gedacht, Clement. Er zit toch niet echt een helder plan achter het aanvalsspel van Groningen. Van Duinen. Zo, buitenkant schoen gegeven. Hamer. Wat doe jij, Hamer? Hij schiet hem in het zijnet. Gustavo Hamer. En dus nog altijd geen schot op doel van Peksvolle in de tweede helft. Maar ook hier zat natuurlijk meer in. En Hamer had in ieder geval Sergio Pat moeten dwingen tot een redding. Roestic, nuttig, Zeefuik. Roestic! Eindelijk wordt er eens een keer op doel geschoten. Of in ieder geval richting het doel van Peksvolle. Want daar ontbreekt het toch gewoon aan bij Groningen. Daadkracht. Clement, invaller Dekker, Pelle Clement, mooie versnelling, aan de rechterkant komt Gustavo Hamer, goed gewacht door Clement, Hamer, redding Pat, voortreffelijke actie van Clement, die de paas kan uitstellen, tot op het laatste moment houdt hij Matusiwa van zich af en dan geeft hij een perfect voor Gustavo Hamer. Nu weer eens een countermogelijkheid voor Peck met T. Met Van Wermerskerk. Aanval onschadelijk gemaakt door Van Hinten. Zo is het voor Peksvolle er ook overleven geblazen. Punten sprokkelen. Twee keer gelijk gespeeld aan het begin van 2020. En misschien komen er vandaag wel drie punten bij. Posten maar bijna. El Messaoudi. Ja, die kan er ook zomaar in. Zo dicht was Groningen in de tweede helft nog niet bij een doelpunt. Nakayama komt een heel eind. Johnson. Niemand mee, dus doet hij het zelf. De Wierik, 88ste minuut en zo dadelijk 4 minuten minimaal aan extra tijd erbij. Tijd genoeg voor een gelijkmaker van Groningen, zou je zeggen. El Messaoudi. El Messaoudi. En via een been valt die bal dan net over de lat. Roestic. Tweede minuut van de extra tijd. En een kans. En de bal op de paal van Slor. Dat zou een droomdebuut zijn geweest voor hem. Voor de 17-jarige linksbuiten. Het is een rechtspoot. En hij is hier met zijn rechterbeen. En zijn schot op de paal ontzettend dicht bij 1-1. En ontzettend dicht bij een punt voor Groningen. En nog een vrije trap op een hele aardige plek voor Groningen.
Joël Alsoro raakt hem slecht en dan is het ook meteen afgelopen. Fluit van Boekel af en wint PEC Zwolle met 1-0 van FC Groningen. En dat heeft heel wat bloed, zweet en tranen gekost voor de thuisploeg. Maar eindelijk is er weer eens een overwinning voor de ploeg van John Stegeman.